Ja, het is altijd een unieke gelegenheid als je een topchef mag ontmoeten. En daarmee bepaalt een twee-sterrenchef Jacob-Jan Boerma uit Vaassen. Wat voor een restaurant heb jij? Ja, eigenlijk een heel klein restaurant. We zijn 6 jaar geleden begonnen. Het was toen nog echt Hans en Grietje. En naarmate je start, langzaam, stapje voor stapje, wordt het groter. In de zin van meer details, je gaat verbouwen en alles. En ja. We hebben maximaal 40 couverts. Ja. Ik pretendeer niet massa, maar ik pretendeer kleinschaligheid, wat mijzelf heel erg aanspreekt. Ja. Zeg nog even de naam van je restaurant. Ja, De Leest in Vaassen. De Leest, goed. De naam onthouden zou ik zeggen. Twee sterren, wanneer zijn die gekomen? Wij gingen open in 2002 en gelijk binnen een half jaar eigenlijk kregen we onze eerste ster. En toen is heel veel veranderd. Heel langzaam, maar ook eigenlijk heel snel. Ja. Eigenlijk te snel. En in 2007 kwam de tweede. Ja, is het altijd de ambitie geweest om die twee sterren te halen? Ik heb jarenlang in sterrenzaken gewerkt, eigenlijk mijn hele opleiding, totdat ik voor mezelf begon. Toen was het voor het eerst in mijn hele carrière dat ik in een niet-sterrenzaak zat. Ja. En inmiddels hebben we dan 2, maar het is wel zo, ik leef er ook een beetje voor. Het, ja. Het is een way of life. Een way of life, ja. Een passie. Mag je ja, ook passie, stellen? Maar ook gewoon, ik zou niet anders willen, omdat het mij heel erg veel plezier doet. Ja, waarom ben je dan eigenlijk chef geworden als we toch passie hebben? Ja, als je iets wil bereiken, moet je altijd bovenaan staan in een keukenbrigade. Ja. En als je onderaan staat, dan kom je lang niet zo ver, want dan heb je een chef boven je. Mm-hmm. En nu ben ik zelf die chef. Ja, je doet het samen met je echtgenoot? Ja. Kim, staat die in de zaal dan? Ja, die staat voor en dat is essentieel dat wij een duo-combinatie hebben om het succes wat we nu hebben vast te houden, maar ook te verbreden en te groeien. Ja, laat ons nog even hebben over de filosofie van Jacob-Jan. Wat doe je in je keuken? Wat vind jij belangrijk? Ik vind respect voor het product het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Gewoon product in zijn waarde laten en dat combineren met heel veel invloeden van, vanuit Europa, maar ook wereldwijd, vanuit Azië. Maar toch moet je kunnen proeven dat je een langoustine eet of dat je een coquille eet. Ja, de mensen moeten echt een beetje voldaan naar huis gaan. Ja, maar voldaan. Maar ze moeten het idee hebben dat ze herkenbare producten hebben gehad die een juiste touch en smaakbalans in onze zaak mee. Oké, straks gaan we aan de kok, maar ik wil nog even weten, ga je straks voor de derde ster? Ik zeg altijd, uiteraard is dat de ambitie, maar continueren van 2 betekent vechten voor 3. Oké, we gaan aan de kok. Dankjewel. Super.